Hoi! Hallo! Nou, ter ere van de 10.000 abonnees die we eindelijk gehaald hebben, waar we super blij mee zijn, wilden we een video maken die er ook wel een beetje bij paste. Dus een video over YouTube. Dat is uiteindelijk het geworden. We willen jullie natuurlijk super bedanken voor het abonneren. We waarderen iedereen heel erg die onze video's tot nu toe heeft gekeken, heeft gereageerd, heeft meegeleefd. Nou ja, we zijn heel erg blij dat we na een paar maanden al zoveel abonnees hebben verzameld. Ja. En ook heel erg trots. Ja, dat het zo goed gaat. Dat vinden we echt te gek. En dat jullie zo enthousiast zijn. Nog meer. Dus heel erg bedankt. En nou ja, vandaag de video over YouTube. Wat is je favoriete YouTube kanaal? Nikki Tutorials. Heb je nog meer favorieten? Dat is eigenlijk ook één die ik ken. Aha, oké. Veer, wat is er nou zo leuk aan YouTube? Ja, het is gewoon net een mini TV-show. Het is kort, het is makkelijk. Je kunt het de hele dag door kijken. Er wordt vaak geüpload. Mensen zijn creatief. Er komen dingen in voor. Weet je, het is heel anders dan tv. Het is veel persoonlijker, het is toegankelijker. En je kan er door leren, maar je kan ook door vermaakt worden. Het heeft zoveel verschillende kanten. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Ik ken jou. Nee, ik ken heel veel. Ik ken Jami. Ik ken Diana. Ik ken Masha. Ik ken Cynthia, ik ken Serena, ik ken Kids Cupcakes. Ik ken de hele wereld. Nee, al die Nederlandse bloggers die ook gewoon een blog hebben, die ken ik natuurlijk allemaal wel. Maar ik kijk eigenlijk alleen Nikki Tutorials en soms andere buitenlandse. Nou ja, Nikki is natuurlijk niet buitenlands, maar soms ook nog buitenlandse beauty bloggers, vloggers. En wat vind je ervan dat heel veel soort van BN'ers of BN'ers nu een YouTube kanaal gestart zijn? We hebben bijvoorbeeld net op het kanaal van Giel Beelen gekeken. Die is nu ook aan het vloggen. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel cool dat wij dus nu iets doen. Vaak krijg ik de vraag van, zou je ook een tv-programma willen presenteren? Zou je op televisie willen komen? En dat het nu andersom is. Dus de mensen die op tv zijn, die gaan juist YouTube in plaats van dat verwacht wordt, hè, dat wij dus als YouTubers op tv willen komen. En ja, weet je, zoveel mensen als Giel Beelen die al zo'n ervaring hebben en zo populair zijn. En ja, die dan ook gewoon met een klein cameraatje beginnen met 4000 views op een video. Ik vind het wel leuk en soms aandoenlijk om te zien. En ja, ik zie daar niks slechts in. Ben je geabonneerd op veel YouTube kanalen? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ja, wat is veel? Op hoeveel ben jij geabonneerd? Ja, wat zou het zijn? Meer dan 100. Ja, ik niet. Ik denk minder dan 50. Oké, maar je houdt het wel bij? Nee. Je houdt het niet bij? Nee. Dus je bent wel geabonneerd? Ja. Ik kijk gewoon af en toe als ik denk van, hé, nu wil ik wel een filmpje kijken. Dan kijk ik eens een keer een filmpje die dan in mijn lijst staat, zeg maar. Maar ik kijk echt niet alles. Als je moet kiezen, maak je liever een blogpost of maak je liever een video? Dan kan ik echt niet tussen kiezen. Maar je moet! Ja, ik kan dat niet. Ik vind die balans zo fijn. Ik vind het zo fijn dat ik dan weer een filmpje opneem, dan weer blog en ja, het is gewoon heerlijk van allebei een beetje. Ik vind het ook perfect in balans nu met 2 video's per week en dan de rest blogpost. Ja, ik kan echt niet kiezen, maar ik merk wel dat YouTube nu gewoon heel erg aan het groeien is en heel hard gaat en dat daar meer toekomst in zit, denk ik, dan in het bloggen. Dus ik moet wel zeggen dat ik wel merk dat ik steeds meer mijn focus op YouTube, terwijl ik nog steeds wel mijn blog wil bijhouden en daar kwaliteit goed wil bijhouden, merk ik wel, YouTube is zo gaan te ontwikkelen en ik wil wel mee in die ontwikkeling. Nee, het is niet dat je moment op de dag tijd vrij maakt en zegt, ik ga even een YouTube filmpje kijken. Nee, en het is ook een beetje in periodes. Ik had zo'n periode en dan ging ik elke avond voordat ik ging slapen, ging ik dan een filmpje kijken van Nikki. En dan na een tijdje dan denk ik, ja, nu ben ik er wel weer klaar mee. En dan kijk ik heel lang niet. En dan na een tijdje ga ik weer kijken of zo. Dan gaat het een beetje. Ja. Wat is je favoriete versus A video? Oh, de favoriete versus A video. Ja, ik denk gewoon een van de eerste vlogs. Waarom omdat de eerste dan? Nou ja, gewoon omdat het toen natuurlijk net begonnen. En ja, nog zo nieuw was. En ik moet zeggen dat ik wel het vloggen, daar dacht ik nou nog aan. Ik vind het vloggen wel steeds leuker worden. Ik word er ook langzamerhand een beetje beter in. Maar in het begin was het gewoon nog zo. Ja, dan voel je gewoon zo dat het nieuw is. En dat je niet weet hoe het allemaal gaat lopen. Wat zullen de reacties zijn. Hoe vaak zal het bekeken worden. En ja, dat is wel gewoon heel erg leuk. Dat je het nog zo doet met, ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren. En, ja.
Hou je meer van filmpjes kijken of van artikelen lezen? Ja, toch wel lezen. Wat is jouw favoriete YouTuber? Ik vind het heel moeilijk om een favoriete YouTuber te kiezen. Ik denk dat Community Channel mijn favoriet is. Dat is een meisje, Natalie Tran. Of nee, een meisje, een vrouw eigenlijk. En ze maakt hele grappige, herkenbare video's. Bijvoorbeeld over dat als je iets uitpakt uit een doos. Bijvoorbeeld als je een nieuwe camera hebt, je haalt hem uit het doosje. En dat je hem daarna terug wil doen, dat die dan nooit meer er zo in past. Als eerst, weet je wel, ook met alle kabeltjes en zo. Nou, dat soort video's maakt gewoon van die super simpele dingen eigenlijk. Maar dan heel grappig en heel origineel. Ik kan altijd heel erg van haar genieten. Ze is ook al best wel een tijdje bezig. Dus ik denk dat zij mijn favoriete YouTuber is. Ja, ik vind haar filmpjes kijken zo irritant van dan moet je eigenlijk doorspoelen. Maar dan mis je heel vaak weer iets. Terwijl ik kan echt heel snel lezen. Was ik altijd, wow, heb ik nu al gelezen? Dus ik kan echt heel snel door een post heen gaan. En dan heb ik het heel snel gelezen. En ja, door een post kan je ook altijd scrollen. Je kan een beetje zoeken naar de stukjes die je relevant vindt. Je kan gewoon foto's kijken. En ik vind een filmpje dan vaak best wel lang duren. Ben je zo met 10 minuten mee kwijt. Terwijl meestal een blogpost kijk ik echt een halve minuut tot een minuut naar. En dan ben ik er weer klaar mee. En ik ben nogal ongeduldig, dus dan heb je dat. En wanneer kijk je dan het liefst een YouTube video? Ik bedoel, wanneer op de dag? Op wat voor momenten? 'S ochtends, als ik wakker word. Vind ik het heel fijn. Lekker wakker worden, relaxed. YouTube filmpje kijken, aan het ontbijt of nog in bed. En eind van de middag. Vaak ook wel, als ik even een break heb, wacht tot Jeffrey thuis komt, zoiets. En dan zijn er vaak weer wat nieuwe video's bijgekomen en dan ga ik even kijken of wat tussen zit en ga ik dat kijken. En waardoor besluit jij om een YouTube filmpje te gaan kijken? Ik kijk eigenlijk alleen maar tutorials, verder niks. En wanneer denk je van oké, deze tutorial spreekt mij aan, die kijk ik? Nou, als ik die look mooi vind. Maar ik volg alleen maar mensen van wie ik hun looks mooi vind, dus ik vind eigenlijk elke tutorial wel leuk. Ook als ik niet dat ik het dan echt na ga maken of zo. Maar ik vind het gewoon tof om te zien hoe zij dat doen. En dat. Oké. Wie is je favoriete Nederlandse YouTuber? Nou, ik moet zeggen dat ik het wel heel cool vind wat StukTV aan het doen is. Ik vind dat zij het heel goed doen. En je ziet bij hun nog heel erg je enthousiasme. En zij maken echt iets waarvan ik denk, ja, dat had ook op tv gekund. Maar op YouTube vind ik het nog leuker, omdat ze toegankelijker zijn. En weet je, zoals laatst dan was ze ingebroken in, of ja, ingebroken, niet eens echt. Maar ze waren dus een stadion binnengegaan, ik weet even niet meer van welke voetbalclub. En dan was een tentje opgezet op de middenstip, 's nachts. Nou, dat soort dingen doen ze. Gewoon van die dingen die je vroeger bij Sixpack of zo had kunnen zien met Valerio en zo. En dat vind ik wel gewoon heel erg cool. Dat is niet echt mijn soort video's, zeg maar. Ik kijk heel vaak ook niet hun video's, maar ik vind het wel gewoon heel vet wat ze doen. En dat is dan ook echt een YouTube kanaal van ik denk, die verdienen het gewoon heel erg om heel groot te worden. Omdat het gewoon zo vet is wat ze doen en daar heel veel tijd in te steken. Maar als ik even kijk naar wat mijn favoriete Nederlands YouTube kanaal is, ik vind het moeilijk om te zeggen omdat ik er zelf zo in zit. Dus weet je, bijvoorbeeld Teske's filmpjes. Je geen naam. Nee. Maar omdat bijvoorbeeld Teske's filmpjes kijk ik altijd. Maar ook omdat je Teske... Ja, omdat het een vriendin van mij is, weet je wel. En soms klik ik een YouTube filmpje aan en denk oh, ik had dat idee ook voor die video. Hoe heeft zij het dan gedaan, weet je wel. Ik kijk er heel anders naar dan wanneer ik gewoon een kijker was geweest zonder YouTube abonnement. Account. Ja, dat bedoel ik. Wij maken natuurlijk voor Versus A filmpjes, maar je had zelf ook een YouTube kanaal. Waarom ben je ermee gestopt? Oh, dat is een moeilijke vraag. Het heeft met meerdere redenen te maken. De eerste reden was dat ik toch lastig vind om fashion en outfits te combineren met video's. Eigenlijk het enige wat ik op modegebied kon doen was ja, of een shoplog of gewoon een outfit filmen. En ja, een outfit filmen, dat werd niet zo goed bekeken. Ik merk toch dat mensen outfits liever in foto's zagen. Een outfit in een video werkte niet zo goed. Ik was er ook niet zo goed in om het goed te filmen. Met fotografie ben ik al veel langer bezig. Dus ik dacht, ja, ik weet al dat je het door moet zetten. Maar het gaat nog heel lang duren voordat ik net zo goed kan filmen als dat ik foto's kan maken. En dan vond ik een filmpje wat ik eigenlijk niet zo mooi vond, vond ik dan afbreuk doen aan de rest van mijn content. En daarnaast, ja, ik ben zelf ook niet zo'n YouTube-kijker. Dus ik wist ook niet zo goed hoe ik een filmpje moest maken wat andere mensen zou boeien. Omdat ik het zelf ook niet zou kijken. En nu we die vlogs maken en deze video's voor Versus A,
is dat gewoon heel anders. Omdat ik het met haar samen doe en jij bent er heel ervaren in. Dus ik volg daarin ook jouw adviezen. En ik vind het wel heel leuk om mee te gaan met het nieuwe medium. Want ik zie wel hoe booming YouTube is. En ik vind het zonde om dat links te laten liggen. Ik vind het wel leuk om daar iets mee te doen. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik nu jouw hulp daarbij heb. En dat we het samen kunnen doen. Denk je niet dat op YouTube langzaam een soort van de grenzen gaan vervagen? Want je zei net al van ja, Stuk TV maakt dan een soort van video's waarbij ze inbreken. En ik heb wel het gevoel dat om het boeiend te houden dat dat soort acties steeds verder moeten gaan. Denk je nooit van waar gaat dit stoppen? Ja, maar ik denk dat er ook wel heel veel verschillende soorten video's en YouTube kanalen zijn. Weet je, als je zoiets iemand als Nikki Tutorials bent, dan hoef je niet gekke dingen te doen. Maar ook voor Nikki geldt, ja, op een gegeven moment heb je zoveel gedaan. Ja. Hoe kan je nog... Nee, je moet je wel blijven vernieuwen en verbeteren. En ik vind dat bijvoorbeeld bij Marsha een heel goed voorbeeld. Die heeft best wel de nek uitgestoken om te zeggen van ik ga elke dag vloggen. Dat deed toen nog bijna niemand volgens mij. En ze had natuurlijk al een heel goed lopend YouTube kanaal. Maar daarmee heeft ze wel weer iets nieuws gecreëerd. Frisse winter doorheen gegooid. En is ze ook weer heel populair geworden. Dus ja, het is absoluut belangrijk dat je blijft vernieuwen. Weet je, Carlo en Irene kunnen ook geen 50 jaar Live for You doen. Weet je, met sommige dingen kun je wel heel lang doorgaan. Maar ook dan is het tijd voor iets nieuws. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Ja, de video over YouTube. Laat vooral weten wat jouw favoriete YouTuber is in Nederland, maar misschien ook in het buitenland. En wat voor YouTube video's je het leukste vindt. Nee, maar zijn dat bijvoorbeeld do-it-yourselfs of vlogs of tutorials of ja, waarom klik jij een YouTube kanaal aan? Een YouTube filmpje aan? Ja, dat heeft dat misschien ook heel erg met de titel of de thumbnail te maken? Kan natuurlijk ook. Ja, en dat was dat hem. Tot volgende week. Doeg! Doei!